Moet er in Arnhem een vuurwerkverbod komen? Steeds meer lokale politici zien dat wel zitten. Wat is voor u het probleem met het afsteken van consumentenvuurwerk? Ja, zoals iedereen weet, consumentenvuurwerk geeft een enorme overlast de laatste jaren. En met oudjaar knallen we ongeveer alle milieubesparingen die we doen, knallen we in één keer in een paar uur een enorme vervuiling de lucht in. En daarnaast is consumentenvuurwerk geeft heel veel geluidsoverlast met dieren en mensen. En het wordt zo langzamerhand wordt het ook steeds zwaarder, het vuurwerk. De overlast wordt daarmee ook steeds groter. En ja, we zijn eigenlijk op het punt gekomen dat dat niet meer zo door kan. Dus daar moet wat gebeuren. Ja. Ja. En het liefst zou je eigenlijk helemaal zien dat het afsteken van consumentenvuurwerk stopt. Klopt dat? Ja, en eigenlijk is mensen denken van ja, hoe kan dat nou? Dat is een traditie, dat doen we al jaren, dat is heel normaal. Mm-hmm. Eigenlijk is dat helemaal niet zo. Mm-hmm. Die traditie die is nog niet eens 100 jaar oud of weet ik hoe lang. Mm-hmm. Het gaat erom dat wij op dit moment iets doen wat helemaal indruist tegen onze principes. Als het gaat om veiligheid voor mensen, veiligheid voor dieren, veiligheid op straat, maar ook het milieu, zorg voor het milieu. Ja, dus dat zou een eerste stap zijn. Waar in Arnhem mag er dan straks niet meer afgestoken worden als het aan u ligt? Nou, heel logisch. Bij bejaardentehuizen, in de parken, bij dierenopvang, meneses of dergelijke. Moet er in Arnhem een vuurwerkverbod komen? Steeds meer lokale politici zien dit wel zitten. Wat vindt de Arnhemmer daar zelf van? Jammer. Jammer, ja. Ja, vuurwerk is vuurwerk toch? Lekker knallen. De lokale Arnhemse politiek die wil een vuurwerkverbod met oudjaar. Wat vinden jullie daarvan? Voor alleen de binnenstad of echt helemaal verboden in heel Arnhem? Helemaal verboden, maar ze zijn nog over bezig in de politiek of er dan iets vervangends komt bijvoorbeeld. Ik vind in de stad, kan ik me nog wel voorstellen, omdat er best wel veel materialen die eraan kapot kunnen gaan. En het wordt ook steeds harder en steeds meer illegaal vuurwerk. Maar ik denk als je kijkt in de buitenwijken of in de parken, denk ik dat dat gewoon wel mogelijk moet kunnen zijn. Hey, en wat gaan jullie dan missen? Is dat meer siervuurwerk of is het het lawaai wat je hebt? Nee, echt sier. Sier, dat is zo mooi. Met lawaai heb ik sowieso niet echt iets. Nee. Maar het siersvuurwerk, ja, dat is wel echt iets moois. Nou, ik ben zelf wel weg met oud en nieuw, maar ik denk dat het wel jammer is. Ik bedoel, vuurwerk wordt toch een beetje bij oud en nieuw. Dus een algeheel verbod, dan zou het wel heel saai worden. Veel jongeren die gebruiken wel onverantwoordelijk vuurwerk. Maar als jongeren wel goed met vuurwerk omgaan, dan mogen ze wel vuurwerk gebruiken. Maar dan moet er wel goed inlichting over worden gegeven hoe ze dat veilig kunnen doen. En wat steek je zelf van vuurwerk af? Zelf steek ik niet zo heel vaak vuurwerk af, maar... vrienden van mij wel. Ik zeg nee, het is een traditie. Traditie, ja? Wat voor vuurwerk steken jullie zelf af? Oh, rotjes. Kleine dingen.